Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ik zie er niet uit. Nee, ik heb mijn huispakje aan en ik heb koppijn, ik ben misselijk. Noem maar op. Ja, Frodo is even buiten. Daar staat hij. Dus ja, ik heb net de container wel even bij de poort weggehaald. Want die stond netjes keurig, netjes weer gestalleerd voor de poort van mij. Ik kwam zo binnenhalen, dus ik hoefde er niet voor weg, ja. Maar het is koud en er is niks aan en ik wil niet in orde zijn. Ik bekijk het allemaal maar vandaag. Ik denk, ik blijf lekker zo lang mogelijk als het kan op mijn bedje leggen. Er is niemand die me nodig heeft. Dus ja, vandaar dat ik heel erg laat ben, want het is 3:30, zoiets toch? Ja, 15:30. Dus ja, niks aan te doen, iedereen is dus wel eens een keertje ziek en niet in orde, etc. De ene vaker dan de ander. Nou, die blijft rondlopen. Nou, laat me begaan even. Ja, dan ga ik zo even een bakje koffie maken. Eigenlijk moet ik de vaatwasser leeghalen en opnieuw vol, want er staat genoeg weer. Maar ik heb het vet niet, nee. Dus ja, en lammelendig. Oh. Alles doet me zeer. Maar ja, dat heb je als je ouder wordt. Gaat alles zeer doen, toch? Oh, die staat weer te lekker te drinken. Op een aparte manier, hè? Ja, met je pootjes scheppen, hè? Ja. De eerste kat die ik in mijn leven heb gehad, die dat doet. De andere die dronk allemaal gewoon op een normale manier. Maar hij schept het op met zijn pootje en dan gaat hij zijn pootje afnemen. Ik weet niet of ze dan genoeg water binnenkrijgen, maar het zal. Hij leeft in ieder geval nog. Maar oké, ik zal kijken wat Frodo doet. En ik wens jullie allemaal verder een prettige, fijne, liefdevolle namiddag. En de telefoon gaat. Dus ik zeg het, tot later. Nou, hoe lief is dit dan, hoe ze zo liggen? De een op de grond, de een hier in de stoel. Een kandel zit in de keuken, geloof ik, dacht ik. Te zien, ja, klopt, correct. Daar zit meneer zijn eigen te wassen, te poedelen en te doen. Hé, kereltje, ja. Jullie zijn het aanzien meer waard dan dat vrouwtje het aanzien waard is, hè? Het vrouwtje ziet er niet uit, zeg maar, nee. Lang niet in orde. Knallende hoofdpijn. Ja, en het regent steeds. He? Ja. Die meneer is nog steeds bang om dus naar buiten toe te moeten. Hou! Ja, ja, ik weet het, ik weet het, weet het, weet het. Ja. Hier, kijk, ik wil die pootje geven. Oh, auw. Je hoeft die nagels niet aan te doen. Nee, ik hoef niet nagels. Nee, is niet nodig hoor. Nee, is niet nodig. Nou, jullie weten dat ik ben toch niet in orde. Ja, meisje. Oh, had jij ook nog wat te vertellen? Hé, had jij ook nog wat te vertellen, schat? Ja, ja. Ja, je bent ook lief. Jullie zijn allemaal lief. Ja, ze zijn allemaal lief. Nou, jullie horen het wel. Ik denk dat ik de griep onder de leden heb of zoiets dergelijks. Het hoesten doet me ook zeer, dus ja. Dus ja, ik weet niet. Misschien is het een eendags virus. Ik weet het allemaal niet. Moet je naar buiten? Nou, mag, als je tenminste nou wel gaat. Ja, naartoe dan. Zo. Ja, malle kat.
Ik weet niet, met mijn stoel. Alles gaat raar doen. Bah. Maar ja, oké. Ik kan er niks aan doen. Dat alles raar gaat doen. Ik zal zo meteen eventjes de vaccinehulsjes weg gaan gooien en nieuwe erin doen. Want die zijn nog van gisteren allemaal. Dat is niks meer. Dat is op. Doe ik er even nieuwe erin. Dus dan is dat ook weer gedaan. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Die is nou net ingegaan, het is net 6 uur. Voor degenen die eten moeten, smakelijk eten. En wees lief voor elkaar, geniet van elkaar. En doe wat jullie moeten doen. Maar ja, gewoon een liefdevolle, fijne avond gewenst. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, en wij zeggen vanaf onze kant, zoals Frodo en Eeuwen, die zei nog wat, oh hier, die zegt ook nog wat, hè? Nou, wij gaan lekker een beetje toe. Ja, misschien dat ik vannacht op mag knappen, want ja, morgen komt ook de huishoudelijke zorg weer. En dan weet je het wel weer, die moet je toch weer achter de podden aanlopen, of in ieder geval weer... Dit moet je doen, dat moet je doen en laat dit nou eens een keer achterwege, want dat ging ik zelf wel. Maar in ieder geval, wij gaan lekker slapen, zeggen, welterusten. Oh, toen werd mijn ding eens. Oh. Wij zeggen lekker, welterusten, slaap lekker en tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Ja, goedemiddag lieve vrienden, we zijn er weer, althans, nee, mijn maag is nog steeds niet helemaal op en top, maar toch, ik voel me wat beter dan gisteren. Ik heb in ieder geval niet van die vreselijke hoofdpijn. Ja, ik ben nog wel wat lam en moe, maar ja, oké, ik ben wel weer opgemaakt, ik keurig aangekleed, ik ben er wel net uit hoor, ja. Het boeit me ook allemaal nog niet, nee. Maar ja, ik slaap toch altijd uit, maar niet zo extreem. Maar ja, de huishoudelijke hulp die komt straks. Dus daar is weer de wacht op. Ik ga naar het toilet en welke koffie maken. Maar ik wens jullie eerst even hartelijk welkom weer bij ons kanaal. En... Frodo is net alweer buiten geweest, die ligt nou daar weer van pampers. Ja, dat is zijn plek, hè? De bank. Zijn er weinig mensen die bij hem op de bank gaan zitten? Ja, weinig, ook weer niet. Het zijn mensen die weten dat ik dieren heb en die het niet erg vinden om onder de haren te komen. Die kruipen zelfs nog eens bij hem. Ja, zoals Chrissy, weet je wel, dat interesseert er niet. Wat ze ook aan hebben, het interesseert het niet. Nee, ze is gek met hem. En ik noem de naam Chrissy en hup, die kop gaat weer omhoog, hè. Ja. Maar oké, ja, ik zit nog in de kerstfeer. Bij mij gaat het pas weg na 6 januari. Ja. En er ligt ook nog steeds een cadeautje eronder. Ja. Dat is nog voor mijn mannelijke... persoonlijke begeleider voor Cirilo. Ja, die is wel geweest, maar dat is mijn teleur. En dat was gisteren, ja, toen ik zo heel erg ziek was. Nou ja, dan bekijkt iedereen het maar. En het is toch hier vlakbij. Loop wel door. Ja hoor. Ja, die vrouw die zet altijd haar auto hier achter neer en hij zet zijn auto altijd hiervoor neer. Omdat bij het werk verder geen parkeergelegenheden zijn. Dus ja, dan doen ze het bij hun in de buurt. En dat is hier het dichtstbijzijnde. Ja, zo doen we dat. Hey Kandalfi, hallo. Je kleurt aardig mooi bij mijn jurk met je staart. Ja, niks mis mee. Hé, kereltje. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Wij hebben hier momenteel regent het hier. Ga even naar de kant. Toe kan ik weer richting de eettafel. Ik ga nou ook straks even de aanrecht leeg halen. Moet je kijken. Staat er allemaal nog. Maar het maakt niet uit. Trek een vaatwasser voor.
toch? Dat komt al aan. Dus ja, ik stop er weer mee. Ik zou zeggen, een hele fijne middag allemaal. Doei, doei. Er is er één aan het werk. Dat, ja. Zie. En hier ook. Ja, ik kan nou niet bij de vaatwasser, dus dat staat er nog steeds. En in de hal. Dus ja. De boel die staat een beetje schat en scheef dwars de rokkerie. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. De huishoudelijke zorg is geweest. Die heeft het weer spek in span gemaakt. Enkel, ik moet nog het een en ander weer goed schuiven. Want zoals deze stoel wezen, die staat nog niet goed zoals het wezen moet. Die staat een beetje te recht. Ja, nou. Dat is iets wat ik niet wil. Nee, het moet een beetje scheef, dat het wat gezelliger staat. En nou ja, hier aan de voorkant kennen jullie het wel zien ook. Dat niet echt 1, 2, 3 goed staat. Nee. Dus ja, dat doe ik zometeen zelf wel even. Maar het is in ieder geval als pik en span weer schoon. Zoals het behoort te zijn. Dan kan ik ook hier in de keuken er weer bij, want dat kon ik niet. Anders had de aanrecht al leeg geweest. Maar het... Alles had ze er onderuit, had ze voor de vaatwasser gezet. Dus ja, nou kan ik zo meteen dat eventjes doen. En dan komt het wel weer goed. Ja, dat, er loopt er hier eentje om me heen. Kandalf. Hé, hey, Kandalfie, hallo mijn kerel. Was je weer binnen? Je was buiten, hè? Ja. Jij, hè? Is buiten lekker? Kan nou weer, hè? Zonder... Ik hoor mijn mobiel overaan. Ik heb... wat is app? Ik hoop dat het Karen is met goed bericht. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag nog verder. Het is 3:10. En ik zeg tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben ook weer klaar. Het is weer netjes. Zoals jullie allicht wel kunnen zien, het is weer spik en span ook op mijn aanrecht, etc. Dus ja, ik heb nou weer een beetje rust aan mijn hoofd. Ik ga eventjes genieten van een leuke een film. Het is voor de kids, maar ik vind hem mooi. De Sneeuwkoningin, oftewel de IJskoningin. Die ijspegelkroon. Dan ga ik nou even lekker naar kijken. Die is al een tijdje bezig. Maar nou heb ik rust. Ik kan het nou gaan doen. Dus mijn huisje is weer schoon. En ik ben er blij mee. En ik zeg tot straks. Nou, kom dan maar. Frodo. Hallo. Wordt het koud? Frodo, wordt ie koud, man. Dankjewel. Ja, meneertje die hier was buiten, zoals jullie zagen. En nou is hij weer binnen. En waar die is? Oh, bij zijn etensbak. Ja, die was nog lang niet leeg, hè? Ga maar kijken. Oh, water drinken, weet ik veel wat. Oké, nou, en daar zit ons prinsesje, die heeft ook de buikje vol. Hé, ja, dik zal jij niet worden, hè? Nee, zo is jouw bouw niet, hè? Nee, schat. Hé, meisje toch. En waar Kandalf is, ik denk dat die boven is. Maar in ieder geval. Moet je niet eten? Nou, dan de kap weer om, hè?
Piep. Zo. Ja? Nou, mooi weer of? Goed zo. Grote jongen. Niet likken in de kapjes, ba. Dat ja, zo moet het toch even gaan, hè? Als je diertjes hebt, die moet je ook wel laten weten wie er de baas is. Niet hun, maar jij. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik wou eventjes zeggen van een hele fijne avond gewenst. En wij hebben het eten achter de kiezen. Het is al bijna 9:15. Maar ik zit even lekker televisie te kijken. Op RTL 7, daar hebben we. Waar hebben we? Wat hebben we? Wat hebben we? Wat hebben we? Ook alweer. Komt er maar. Frankenstein. Ja, dat is bezig. Dus, en dat zijn mijn medicatie. Oftewel, je moet medicatie inslikken. Tenminste, niet inslikken. Inhaleren. Ja, voor mijn COPD. Moet ik dat nemen? Zo dan. Allemaal meldingen. Van mijn spelletje. Ja, dat moet ik ook doen. Zo, dan ga ik zo even mijn COPD spullen klaarmaken. En dat... Dat is dit apparaat. Hup. Dat is mijn inhaler. En die moet ik dus gebruiken, even klaarmaken, een capsule erin. En dan moet ik even dat eerst de adem eruit blazen en dan met dat ding aan de mond weer inhaleren. En dat eventjes in je houden en dan langzaam uitblazen en dan met het water even je mond spoelen, want anders krijg je kans dat je schimmel krijgt in je mond. Nou, dat wil je ook weer niet hebben. Dus ik ga dat even doen, lieve vrienden. En ik gelijk ook Frodo eventjes zijn medicatie geven. Die heeft ook medicatie vanwege zijn jeukallergie dat hij momenteel heeft. Dan moet ik even zien welke ik moet hebben voor hem. Twee keer daags, dat is die hele grote die hij moet hebben. En die krijgt hij in één keer. Krijgt hij in één keer zo door die tablet van mij. Die hoeft hij maar één keer per dag. Voor 10 dagen lang. En dat staat op het bord. 28 december begonnen. En dan 6 januari moet ik onderdag ermee. Ja. En dat doen we dan. Dus die hoeft nou niet, maar die moet wel. Dus ik neem eerst voor mezelf en daarna doe ik Frodo. En dan kan die er weer tegen tot morgen. Ja. En dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog van jullie avond en tot straks. Ja, lieve vrienden, nog een bakje koffie. En dan is het... Gaan ik tenminste weer eens een keertje naar bed. Lekker bij tijd, lekker vroeg. Want ik ben het zat, ja. Moet tijdens een bak koffie ga ik nog eventjes op Facebook. En daarna zeg ik aju paraplu. En dan ben ik van de vertrokkenen. Morgen is het vrijdag, morgen komt Astrid weer. Dus ja, of we van vloggen er wat aan toekomen, dat weet ik niet. Nee, zien we dan wel weer. Maar oké, voor nu zou ik zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Thank you.